We staan hier in de mooie nieuwe hal van het Centraal Station van Rotterdam met een doorkijk naar de sporen. De hal is inmiddels volledig in gebruik en toch zijn we nog steeds bezig om hem nog mooier te maken. Als voorbeeld achter mij hebben we het LED-scherm gebouwd in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Het LED-scherm is het grootste LED-scherm van Europa en is een cadeau van het havenbedrijf Rotterdam aan de gemeente. En zal over 2 weken hier prachtige beelden gaan vertonen van de haven van Rotterdam. Daarnaast zijn we bezig om de hal nog verder in te richten. We bouwen hier nog in samenwerking met de gemeente een informatiecentrum, speciaal voor de reizigers, dat ze precies weten waar ze heen moeten. De winkels die worden nog verder afgebouwd. En we zijn nog bezig met uitvoeringsactiviteiten in de sporenkap en aan de perrons. We staan hier nu op het perron. We zijn momenteel bezig om het perron dat hier tegenover staat, om dat af te maken. Dat gaat aanstaande zondag weer in dienst. Wat hebben we gedaan? We hebben in 4 weken tijd hebben we alle oude bestrating eraf gehaald. We hebben het voorzien van keurig mooi natuursteen. We hebben alle oude bankjes verwijderd. We hebben prachtige nieuwe bankjes geplaatst. Dat doen we overal, op het hele station, perron voor perron. We doen het in de reizigerspassage in de stationshal. Mensen kunnen hier fijn zitten. En we krijgen ook enorm veel waardering voor deze nieuwe bankjes. Omdat ze toch echt veel beter zitten als de draadstalen bankjes die we allemaal nog kennen. Ik vind het geweldig om hier te zitten. Het is vaak dat je denkt, het ziet er wel mooi uit, het meubilair. Maar het moet ook goed zitten en in dit geval is dat heel goed gelukt. Het is wel goed vooruitzicht. Het ziet er beter uit dan de bestaande bankjes, moet ik zeggen. Ja, het bankje zit lekker. Ja, het station begint er heel mooi uit te zien. Het is nog steeds niet helemaal klaar. Maar die passage met die winkels, die ziet er keurig uit. Ja, lijkt me gezellig. We staan hier bij de ingang van de Proveniërstunnel. Op 28 augustus gaat deze tunnel terug in dienst. Dus voor fietsers en voetgangers. Deze tunnel is 7 jaar buiten bedrijf geweest als gevolg van de bouwactiviteiten. En op 28 augustus gaan we hier met z'n allen om 7:15 's ochtends weer doorheen fietsen.